Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, geniet van de kerst, geniet van nou, het leven. Ja, want het duurt maar even. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 12 december en we leven om 4 minuten over 3. Mijn hondjes die staan weer te springen van ik wil eruit. Ik pak pas laat de camera omdat ik het ook vergat en ik was niet in orde vanochtend. Ik ben er wel een paar keer uit geweest. De honden in de tuin gedaan, etcetera, etcetera. Nou begin ik eindelijk een beetje op te knappen, dus ja. Komt wel weer goed. Het enige wat ik vandaag ga doen, dat is dat die aardig weer schoon en netjes en bling bling wordt. Dat, die tas, dat komt wel. Morgen weer een dag en ik ga een vlog in elkaar zetten. En misschien wel twee. Wie weet. Legt het me net aan, wil wat vlotten, ja of de nee. En ik moet uitkijken met mijn trippelstoel, want daar zit er eentje, die kleine rode. Niet de grotere rode, maar die kleinste, de allerkleinste. Die zit dan met zijn staart vlak bij mijn wielen, dus ja, daar moet ik uitkijken. Die grote rode die zit in de vensterbank en de donkere lady die legt daar. Nou, die staat net weer op. Dus ja, ik ga lekker even met ze wandelen, want ze moeten er echt wel uit. Maar het is hier vies, smerig, rot weer. Van dat miser weer, daar word je zo heerlijk nat van. Echt niet leuk te benoemen. Ik hoop dat het bij jullie wat beter is. Misschien dat het bij jullie het zonnetje weer schijnt, dat weet ik niet. Zo niet, nou dan zal je zelf weer de zon moeten wezen, anders weet ik het ook niet, nee. Dus zoek hoef je hem niet, want ze is er wel, maar dat zit achter de wolken, ja. Maar in ieder geval, het is donker genoeg door het trieste weer. Vanavond komen Karin en Roderick weer voor een bliksembezoek, want ik heb het voor hun. Het is een cadeau voor hun. Dat staat daar in die grote zak op het aanrecht, daar. Ik zit verkeerd te wijzen, geloof ik. Nee, ja, daar, bij de kerstman. Die zak. Daar zit het in. Dus ze weten ook wat het is. Enkel de mens waar ik het gedaan heb, die heeft het nooit gebruikt. Dus ja, ik heb het wel gekocht. Dus ik hoop dat hij het ook dan doet, ja. Maar dat hoor ik dan wel weer voor Karin en Roderick, want het boekje en alles zit erbij. Dus ja. Geen probleem. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. Wat jullie doen, ga ik ook weer met de hondjes even doen. En goed aankleden, want ja, dit is, wat wij dan zeggen, bagger weer. Ja, niks aan. Dat zijn krantjes. Electro World. Nieuwe dieper. Prachtige stadsontwikkeling gaat door. Ja, dat gaat altijd maar door. Op zich, ja, niks op tegen, maar net zoals het gemeentehuis wil ze op Cape Holland doen. Nou, kom je als bruidspaar in de zomertijd, vakantieperiode, kom jij te laat op je eigen bruiloft, want je komt in de file terecht. Gegarandeerd. Dat zullen ze meemaken. En dan is het spijt als ik weet niet wat. Gaat het even niet? Gaat het even niet? Nou, oké dan. Ja, ik zal met ze gaan lopen. Omdat ik ze zeg, lieve vrienden, we zien het wel weer. Ja toch? Oh, met die trieste weer, ik vind het vreselijk hè. Ja, al vroeg het licht aan moeten doen, et cetera. Ik vind er niks aan. Je vergeet gauw de camera te pakken, omdat je ja, eigenlijk in het donker niet meer vlogt, omdat het dan toch te donker is.
Maar ja, oké. Okay. Komt allemaal goed. Hé, meiden? Of niet dan? Maar ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Ja toch? Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour met Rijka op schoot. Ja, 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 ja. En daar komt Elwing ook aan. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom maar, Elwing. Nee, blijf zitten, meisje. Mag ook. Hé? Oh, geef jullie elkaar kusjes. Dan kan ik de camera niet pakken, want ik moet... Hé? Nee, dat gaat nog niet. Wat voor Rikkie? Ja? Het is er wel een mij. Nou, doe maar. Hup! Ze zijn de hele middag eigenlijk al bezig. De bank, het laken, dat moet ik iedere keer weer goed doen. Maar ja, komt wel. Ze zijn lekker bezig. Wow! Nou ja, en zoals ik al had gezegd, ik zou een vlog in elkaar zetten en misschien twee, maar dat is het hem niet geworden. Want ik heb voor jullie een nieuw beginplaatje gemaakt. Ja, want het is bijna feestdagen, dat prikt mijn linker oog ook nog eens een keer. Gaat goed, meneer. Zo! Gaat goed met jullie. Nou. Dat wordt maar even opnieuw dan de bank weer inrichten. Laken eraf, even uitkloppen en dan opnieuw erop en dan maar niet over de leuning heen. Nee, want dat gaat het er niet worden. Hé, hey, dames. Moet de bank stuk? Ik heb geen centjes vernieuwd hoor. Heerlijk. Dat vind ik zo mooi, hè? Kijk, als het tenminste een beetje kalm blijft, vind ik het niet erg. Maar dat ging er net ook, ging het zo tekeer. Nou, ik had... Ik straks een laarzen met mijn bank en al om. Want het staat niet tegen de muur op of zo. Ja, dat kleine stukje daar bij die plant. Maar... Oh, wat zijn jullie allemaal aan het doen? De ene bek in de andere bek. Oh. Nou ja, en ik had natuurlijk de keuken schoon. Dat had ik ook gezegd dat ik dat zou doen. De vaatwasser is ook net klaar. Daar staat het apparaat voor Karen en Roderick. Als ze al tijd hebben, dan komen ze langs en anders niet. Wow. Piep, zei er een. Ja. Hey. Nou gaat Rijk en Elwing een beetje te. Nou ging hij een beetje te, dame. Zo dan. Doe jij ook even een beetje rustig? Hallo? Want je lokt het zelf uit. Ik hoorde helemaal een klap met jouw kopje op de leuning, klap, boem. Rustig, hè, nu. Elwing. Hallo, ja, jeuk.
Ja, dat ben jij, hè? Zie je dat? Ben jij, hè? Ben jij dat? Wow, zie dat je wel een mooi hondje bent. Je bent ook zo'n mooi hondje, hè? Dat momenteel niet zo goed luistert. Ja, op de grond, dat heb ik veel liever dan op die bank. Nou, dan is de vlog bijna klaar. Dan kan ik hem naar YouTube brengen. Ja, nu? Die doet het wel hoor. Nou ja, lieve vrienden, ik ga de vlog naar YouTube brengen en inplannen. Of welke datum komt deze trouwens dan online? Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Ik zal het jullie wel even vertellen. Ja, hij is dus gereed. Dan gaan we even naar het kanaal toe. Dan komt hij op 18 december online. Ja, dus dan weten jullie het even. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles, geniet van de kerst, geniet van nou, het leven. Ja, want het duurt maar even, dat weet je. Dus geniet. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!